Roetpiet, regenboogpiet, schoorsteenpiet of toch helemaal zwart? Welke piet is Sint-Nijmegen het liefst? Dat onderzoeken we vandaag. En verder hebben we het over suiker. Moet de overheid ingrijpen om ons minder zoetigheid te laten eten? Je ziet het in Wat zegt het volk? What does the fox say? What the fox say? Waarom al die drukte om Zwarte Piet of zo? Maar dit is echt een traditie. Ik vind dat dat onmiddellijk afgeschaft moet worden. Zometeen laten we Nijmegen hun ideale piet samenstellen. Maar eerst even naar het weekoverzicht. Kijk even mee naar het weekoverzicht in 1 minuut. What the fuck, say? Op maandag werd bekend dat er 2 Nijmeegse restaurants door het NRC genomineerd zijn voor de titel Beste Toko van 2016. Het gaat om Bistro Bar Berlin en de restaurant De Nieuwe Winkel. En in navolging op het nieuws dat RTL geen Zwarte Pieten meer gaat uitzenden, liet het RTL Nieuws maandag weten dat er tijdens de intocht in Nijmegen wel Zwarte Pieten aanwezig zijn. Nijmegenaar Joost Eras deed mee aan een prijsvraag op Facebook en won hiermee een compleet spookhuis. De 16 meter lange griezelwagen mocht 2 uur lang vrij gebruikt worden. En in Linderholt leidde een melding over geluidsoverlast tot de vondst van nepwapens, compleet met een achtervolging door een politiehelikopter. Op donderdag was Harm Jacobs weer even in het nieuws. De voormalig Idols-deelnemer heeft een ongeluk gehad waarbij zijn gebit flink beschadigd is. Door middel van een crowdfunding hoopt hij nu een nieuw gebit bij elkaar te collecteren. Ten slotte werd deze week al de eerste kerstversiering gesignaleerd in de stad. Het is ten slotte al oktober. What the fuck say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijd-en-1. What the fuck say? Aan het begin van de week maakte RTL bekend geen Zwarte Pieten meer te laten zien op hun zenders. In plaats daarvan gaan ze zogenaamde schoorsteenpieten inzetten. Deze pieten zijn niet helemaal zwart, maar hebben alleen roetveeg op hun gezicht. RTL liet ook weten dat de pieten in Nijmegen vooralsnog zwart blijven. Desalniettemin ging het op social media helemaal los over het besluit van RTL. Even een kleine greep uit de vele reacties. Het is bij mij echt wel zover dat ik Sinterklaas een kutfeest vind. Nooit zo trots geweest op de gemeente Nijmegen als nu. Sowieso Nijmegen, vorige maand wilde een van de wethouders het nog wel even aanpassen. Laat kinderen beslissen, het is hun feest. Wat veel ruimdenkende en tolerante meningen hier. Gelukkig is het zo 6 december. Goed zo, en de eerste de beste die loopt te kwijlen, even verzuipen in de Waal. Sylvana Simons, dikke vette perk. Niet aan onze tradities komen. Zwarte Piet heet niet voor niks Zwarte Kut RTL. Mooi zo, die zeurpieten moeten ze maar afschieten naar de maan. Hoe zwarter, hoe beter. Daar zal Bruls toch nog wel een stokje voor steken. Om te janken. Hehe, gelukkig maar. Veel mensen laten dus weten de traditionele Zwarte Piet te willen behouden. Maar is die Piet wel zo traditioneel? Kijk even mee naar een korte uitleg over het ontstaan van dit figuur. Oké, camera loopt. Alle handjes in de lucht! Zo, hey, pepernoot te gooien of zo? Nou, dat doen we toch elk jaar? Wat dacht jij dan? Sinterklaas is gebaseerd op Nicolaas, een bisschop uit Myra in Turkije. Hij overlijdt op 6 december. In de 13e eeuw krijgt Nicolaas een naamdag en vanaf dat moment verspreidt de Nicolaasviering zich door Europa. In 1850 wordt de gekleurde knecht geïntroduceerd door een schoolmeester in zijn boekje Sint Nicolaas en zijn knecht. Rond het jaar 1900 krijgt de knecht de naam Zwarte Piet. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt Sinterklaas in plaats van één Piet meerdere Pieten. Tot ver in de 20e eeuw is Zwarte Piet een niet zo slimme helper die stoute kinderen de roe geeft of meeneemt in de zak naar Spanje. Hij draagt gouden oorringen en heeft kroeshaar. Tientallen jaren later verandert Piet in een kindervriend, verdwijnen de oorringen en verandert zijn haar van kroes naar krullen. Ik weet je wil het. Eerder lieten de Verenigde Naties en de kinderombudsman al weten graag een verandering te zien in het uiterlijk van Zwarte Piet. Hoe vindt Nijmegen eigenlijk dat deze kindervriend eruit moet zien? Zwart, wit of roetvegen, kroeshaar, krullen of stelhaar? En die lippenstift en oorbellen, is dat nog nodig? What the fuck say? Hier in Nijmegen zullen 12 november aankomen en de Zwarte Piet zal zwart blijven. Wat vindt u daarvan? Poeh, ik vind het best. Bent u daar blij om? Ja, natuurlijk. Nou ja, blij. Het is gewoon een kinderfeest, maar ik vind... Waarom al die drukte om Zwarte Piet of zo? Ik vind het echt een hele moeilijke discussie. Aan de ene kant begrijp ik het wel als mensen zich daardoor gekwetst voelen. En aan de andere kant denk ik van ja, het is ook traditie. Dus ik ben er zelf eigenlijk nog niet helemaal uit.
Nou, ik denk dat ze daar ook wel wat aan kunnen doen om geleidelijk te veranderen in een soort schoorsteenvegertje. En Nijmegen houdt de Zwarte Piet zwart. Wat vindt u ervan? Heel goed. Ja, ik vind dat Zwarte Pieten er wel bij horen bij Sinterklaas. Maar als ze rood of blauw of geel of groen zijn, vind ik het ook goed. Want ik vind het ook vervelend als mensen het vervelend vinden dat ze zich beledigd voelen als ze zwart zijn. Ja, maar we mogen gewoon zwart blijven. Zwarte Piet is zwart natuurlijk. Hij komt toch uit de schoorsteen vallen, dus dat zijn meestal schoorsteenvegers. Hier, mevrouw. Je hebt jaren Zwarte Piet gespeeld op Curaçao. Ja. Welke kleur? Zwart. Dat is zwart van de andere kant, snap ik. De kampjes van de gekleurde medemensen ook. Kijk, het gaat toch om de snoep en de cadeautjes, hè? Ja. En de spanning van zit er iets in mijn schoentje of niet. Ik denk dat het feest niet bedorven wordt door een ietsje minder bruine schmink. De Gouden Koets, daar zitten dus ook vanuit het verleden zitten daar panelen op. Mm-hmm. En er is ook zwarte mensen zitten erop. Zou die er ook af moeten? Ja. Ik vind dat onmiddellijk afgeschaft moet worden. Ja? En waarom vindt u dat dan? Nou, ik vind als een groot aantal Nederlanders of is die donker zijn en daar zich eraan storen, dan vind ik niet dat je dat zo moet houden. Dus ik vind dat je op termijn, misschien niet meteen, maar op termijn af moet schaffen, ja. Ja, gewoon geleidelijk, weer een keer. Ja. Als er witte piet zou zijn, voel ik me toch ook niet aangesproken? Nee. En als u zelf uw ideale piet zou samenstellen, hoe zou die er dan uitzien? Nou, gewoon een beetje in lompen gehuld. Een beetje een ouderwetse look. Wel een beetje romantisch. En met die vegen. Hij mag er best wel heel bruin uitzien. Maar niet achter de oren, want zo kom je niet uit de schoorsteen. Oorbelletjes heb ik altijd raar gevonden. Maar wel gewoon zoals je is. Zwarte Piet, mutsje, nederen. Ja. Hoe zou die er dan uitzien bij u? Kameleontisch. Dat hij steeds verandert naar gelang de omgeving waar hij zich in bevindt. Dus dan wordt hij rood en zwart hier in Nijmegen. We doen wel een beetje mee. Volop viert. Ja. Dus, Ook stiekem geen schoen zetten. die zetten we elke avond. Ja, maar dan krijgen we alleen niks in. Ja, precies. Komt Sinterklaas ook dit jaar bij jullie langs? Bij mij wel in elk geval. Bij de kinderen moeten we kijken. Okay. Schoen wordt in ieder geval gezet. Oké, dankjewel. Fijne dagen. Of ja, jullie ook. Bedankt. Doei. Doeg. Jongens, luister. Ik wil niet langer dat jullie allemaal zwart zijn. Wow! Wat is dit voor bullshit? Ja, Sinterklaas, je moet er niet laten beïnvloeden door al die hijsaaiende media. Waar hebben jullie het over? Wat ik wil zeggen is dat jullie meer moeten douchen. Jullie vertegenwoordigen mijn bedrijf en lopen er zo bij. Maar we klimmen de hele dag door schoorstenen heen. Dat is hoe we zo smerig worden. Wie heeft er tegenwoordig nog een schoorsteen? Noem één iemand die nog een functionerende schoorsteen heeft. Ik ben niet mentaal voorbereid op lastige vragen. Ja, nu ben ik zenuwachtig! De familie Schilder. Nee, die hebben hem laatst weg laten halen. Oh, de familie Wit. Ja! Ja, en al jullie duizenden pieten zijn zwart door die ene schoorsteen in dit dorp. Ik zie door jullie lulsmoesjes heen. En dan nog iets. Hoe zit dat met die lippenstift? Oh, sorry dat we modebewust proberen te zijn. Vraagt de man met de jurk. Het is een tabberd! Een tabberd, ja! What the fuck, say? Men eet tegenwoordig te veel suiker en dat is slecht voor onze gezondheid. Wat hieraan gedaan kan worden, bespreken we zo meteen. Maar eerst de uitslag van onze poll op Twitter. De eerste kerstverlichting is inmiddels al te zien in de stad en het is pas eind oktober. Op Twitter vroegen we jullie naar jullie mening hierover en dit is de uitslag. What the fuck, Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck, say? Suiker. Het wordt ook wel zo slecht als XC genoemd. En ja, dat is nogal overdreven, maar het feit is wel dat we het over het algemeen te veel van binnen krijgen. En dat is dan weer niet goed voor de gezondheid. Maar wat doe je er tegen? Moeten we zelf beter gaan opletten? Moeten er beter voorlichting komen? Of moet de overheid betere maatregelen treffen om de suikerconsumptie te beperken? Supermarkten nemen her en der al maatregelen om bij producten met te veel suiker een vermelding bij het schap te plaatsen. Zoals hier te zien is bij een fles cola. Er wordt aangegeven of te weinig, matig of te veel suiker in het product zit. Ook wordt er al gediscussieerd over een eventuele suikertax. De overheid zou hierbij dan accijns toepassen op producten met te veel suiker. Net als bijvoorbeeld bij tabak of alcoholische dranken. Hoe denkt Nijmegen over het fenomeen suiker? We leggen voorbijgangers 3 stellingen voor en vragen wat ze meeste kunnen vinden. De stellingen luiden als volgt. Stelling 1. Ik bepaal zelf wel wat ik eet, hoeveel of weinig suiker dan ook. Stelling 2. Meer voorlichting en duidelijkheid op producten zou gewenst zijn. Stelling 3. Een suikertax zou ik prima vinden, maar gezondere producten moeten dan wel goedkoper worden. What the fuck, C?
say. Ja, ik vind niet dat je verplicht moet worden naar bepaalde diëten, et cetera. Ik denk dat je dat zelf moet bepalen. Let je er al op met eten? Kies je bewust? Nee, ik eet sowieso niet heel veel suiker. Ik ben meer van de hartig. Maar ik let wel op dat ik niet een hele zak snoep achterover sla. Ja. Stelling 3. Stelling 3, en waarom stelling 3? Omdat als ik fruit of zo wil halen of eten, wat gezond is, dat is altijd heel duur. Daar ga ik mijn geld niet aan besteden. Ik bepaal natuurlijk zelf wat ik eet. Hoeveel of weinig suiker dan ook. Maar het zal fijner zijn als je meer gezondere opties krijgt. Of in ieder geval vervangende producten. Ik vind wel dat mensen er op de hoogte van moeten zijn wat ze eten, inderdaad. Ja. Stelling 1. Ja, ben ik het wel een beetje mee eens. Maar het is ook wel weer goed om een beetje bewust te zijn van dingen. En in sommige gevallen is het gewoon goed als de voeding aangepast wordt. Dat je wel minder suiker automatisch binnenkrijgt. Ja, ik weet wel waar ik moet vinden of een product gezond is of niet. Dus voor mij zou het niet uitmaken. Ja, ik denk 2. Omdat je vaak toch in producten zoiets hebt van, er zit in één keer heel veel suiker in of zo. Ja. Terwijl je dat helemaal niet verwacht. Ja, het zou ook wel handig zijn als het in de supermarkt is of zo. Ja. Maar bij afdelingen, daar komen mensen waar ze het wel kopen eerder. Ja. Ik denk 1 bereik je niet zoveel mee. 2 denk ik ook niet heel erg. Maar toch naar 3. Toch, ja, mensen zijn best wel... Ja, ik ben ook wel erg voor dat mensen zelf mogen bepalen, maar heel veel mensen weten niet wat ze binnenkrijgen, weet je. Dus ik denk, 3 misschien dan. Welke kies jullie? Of kies je? Tuurlijk, 2. Kan ik apart. 2, en waarom 2? Wat heel veel mensen gewoon niet weten, waarom er zoveel suiker in zitten. En in heel veel dingen zitten heel veel suikers. Zou dat jou zelf ook beter helpen met keus maken in een winkel? Of maakt het nog niet zoveel uit? Nee, ik niet. Maar ik ken wel mensen die dat gewoon echt niet weten of er suiker in zit of zo. Kiezen jullie nu bewust als je naar de supermarkt in gaat? Nee, niet per se. Nee, met koken. Niet op let of zo, dat niet. Ja. Ik denk misschien dat dan het later wel komt, maar nu niet. Maar nu is het weer zo van oké. Kies je bewust in de supermarkt? Ja, okay. Ja, alleen nu even niet. Er zit geen suiker in, dus hè? Nee, dat probeer ik wel op letten, ja. Oké, kies je nu ook bewust in de supermarkt? Als je binnenloopt met boodschappen, dat je kijkt op suiker of doe je dat niet? Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee. En kijken wat lekker is? Ja. Oké. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijd-n1. What the fuck say? Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Blijf ook komende week weer dagelijks op de hoogte van lokaal nieuws via onze website n1.nl en via de social media. Graag tot volgende week. Je kijkt naar Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Wat zegt het volk? Aflevering gemist? Kijk op n1.nl. Dus dat zei het volk. What does the fuck say?